We baalden wel ontzettend dat die Jumbo-reclame met die bouwvakkers niet een weekje later werd uitgezonden. Daar gingen onze handen echt van jeuken, zegt Niels zaterdag in De Telegraaf. Het satirische programma start zaterdagavond op NPO 1 en is ook nog tijdens het WK voetbal in Qatar te zien. Dat maakt dat het uitzendtijdstip soms afhankelijk is van het voetbal op zaterdag. De makers hebben hier echter iets op gevonden. We hebben een ingenieus blokkenschema in elkaar gedraaid om te kijken welke mogelijke wedstrijden belangrijk genoeg zijn om nog iets mee te moeten in de uitzending. En als Nederland in de kwartfinale staat, gaan we sowieso volledig live, aldus de cabaretier. Het aanstaande WK is omstreden vanwege de leef- en werkomstandigheden van bouwvakkers tijdens de bouw van stadions en hotels en de aanleg van infrastructuur in Qatar. Het toernooi negeren is volgens Niels echter geen optie. Linksom of rechtsom, het WK is groot nieuws. We zitten er vlak na, dus je ontkomt er haast niet aan, zegt hij. Ik denk ook dat veel mensen vrij pragmatisch de knop omzetten zodra de eerste aftrap is geweest.